Nou, Ari is weer terug en ik zal proberen te vertellen hoe dat allemaal is gegaan. Ari is vorig jaar verkocht en had het heel goed bij zijn nieuwe baasjes. En hij heeft daar wedstrijden gelopen, winstpunten, prijzen. Ging hartstikke fijn tot november. En toen liep hij niet helemaal goed. Is er een dierenarts bijgehaald en die constateerde dat hij een peesblessure had en een lichte vorm van artrose. Dan krijg je allemaal vragen, zowel als verkoper zijnde en als koper zijnde. Is dat dan een reden om een paard terug te geven? Het paard was niet röntgenologisch gekeurd toen hij gekocht werd. En ja, of hij het wel had of niet had ten tijde van verkoop, niemand weet het. We weten in ieder geval wel dat hij goed was en dat hij klinisch in ieder geval oké was. Ze zijn aan het dok teruggegaan en hebben 7 maanden alle registers opengetrokken met shockwave en stappen en nou ja, het hele scala wat je doet als je een peesblessure hebt. En dat ging allemaal goed tot afgelopen vrijdag. Toen is er een controlescan gemaakt, maar toen had hij ineens een dik beentje. En toen is er door de dierenarts een kleine nieuwe blessure geconstateerd. Het was een hoop paniek in de tent en eigenlijk zagen ze het allemaal niet meer zitten. En wij hebben toen besloten om Ari terug te nemen. En afgelopen dinsdag heb ik hem opgehaald. En hij staat nu gewoon lekker in de paddock. Ik weet het, een heleboel mensen vinden dat dat niet kan met een peesblessure. Maar ik vind na 7 maanden, 23 uur in je box te hebben gestaan, dat het ook een keer klaar is. Hij heeft liggen rollen als een gek. Hij heeft lekker lopen bokken. Na 3 bokken was het klaar. En sindsdien staat hij gewoon lekker rustig in de paddock of in een heel klein weidje. Aanstaande maandag laat ik zijn pezen scannen om gewoon eens te kijken van joh, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand. Want daar heeft de dierenarts het been niet geschoren. En ja, in mijn idee is dat dan minder nauwkeurig dan dat je het been wel helemaal kaal maakt. Omdat je dan een beter beeld krijgt. Hij is niet kreupel, dus ik heb goede hoop dat we hem gewoon weer op de rit gaan krijgen. En ja, dan blijft hij gewoon in Maasland. Hè, Ari? Hij staat weer in zijn eigen stalletje. En we zijn het beentje lekker aan het koelen 3 keer per dag. En doen we heel licht werk, beetje stappen, beetje draven. Rechtuit. En dan gaan we jou weer helemaal op de rit krijgen, hè vriend? Hij is weer thuis, Ari. Hij is meer geïnteresseerd in Rikse dan in Rambo. Hallo, knappe buurvrouw. Ah, zeg Rambootje ook even gedag. Ja. De dierenarts heeft net scans gemaakt van de pezen. Ik heb gelijk allebei de pezen na laten kijken. En er zijn wel wat kleine dingetjes, maar de toekomst voor Ari ziet er gelukkig nog steeds rooskleurig uit. We gaan hem het beleid opbouwen. Ik ga hem niet op stal opsluiten. Ik zet hem eigenwijs toch in de wei. Hij heeft een heel klein wei en hij is heel erg rustig. Dus volgens mij moet dat gewoon kunnen. En voor de rest goede bodems, goed koelen, goede warmingen, veel stappen. En ik ben ervan overtuigd dat we Ari weer helemaal in orde gaan krijgen.